Goedemorgen. Ik kom voor de figuratie. Ik mag ze even binnenmelden als u wilt. Kom verder. Ja. Ik kom wel voor de figuratie, ik mag ze even binnenmelden. Ik kom voor de figuratie. Figuratie, hè? Wij zijn hier vandaag met heel veel mensen die mee willen doen als gastfigurant aan een participatieproject voor de productie Dialoog de Kameliet. En vandaag gaan we ze laten voelen en merken wat het betekent om een toneel op te gaan. De stilte is onze muziek. De stilte helpt ook om je te concentreren. In deze opera zijn wij het volk. Wij zijn echt het decor en we hoeven niet mee te zingen. Wij mogen zelfs niet eens mee zingen. De komende tijd hebben we echt een aantal repetitiemomenten. Er zijn workshops en oefeningen die specifiek op de opera zijn gericht. En ik merk dat de groep figuranten heel gedreven en gemotiveerd is. De opdracht is, kruip in de huid van deze Fransman die de revolutie wil. En probeer te bedenken, wat zou hij tegen de koningin en de koning willen zeggen? De gastfiguranten moeten in de productie vooral heel erg boos kijken. Want zij vertegenwoordigen het volk, la foule, de crowd. En zij zijn boos, want zij willen meer macht. De laatste 20 minuten van de opera hoorde je de guillotine. Dat gebeurt echt achter de schermen. Wij als volk zijn wel op toneel en dan is het dus voor het publiek duidelijk wat er gebeurt. Dat was indrukwekkend. Dialoog de Kameliet is een van de meest succesvolle producties van Nationale Opera. Hij is al 11 keer verhuurd naar het buitenland en we zijn heel blij dat hij nu weer terug is. Het is een waanzinnige productie met heel veel medewerkers. En straks komt alles bij elkaar, dus figuranten, de zangers, het hele toneel vol. En ik denk dat dat echt geniet is.